kunnen we dan concluderen dat jij het van je lichaam hebt gehad? Nou, ik denk wel dat ik ben uitgekozen toen destijds bij Goede Tijden. Ja. Door hoe ik eruit zag. Want op dat moment kon ik nog helemaal niet acteren. Dat heb ik wel in die 3 jaar geleerd. Maar dat Goede Tijden was mijn leerschool. Dus je was gewoon echt... Gewoon een groentje ja. die gewoon binnenkwam en die er gewoon Als je kijkt uitzag. Naar mijn allereerste scène en mijn laatste scène, is dat echt een heel groot verschil. Eerst las ik echt letterlijk op en ik luisterde niet wat de tegen persoon tegen me zei, zeg maar. Ja. Dus dat was, en later groei je er wel in en dan word je wel beter. Maar ik heb ook wel gehad, ik heb zelfs gehad dat mensen mij voor een film vroegen en dan ging ik het script lezen. En dan moest ik op iemand zitten en dan waren een shot van mijn tiet en dan zei ik, nou ja... Dat, die scène wil ik wel doen als ik dan zo mag zitten of die man zo mag zitten en dan krijg ik die rol niet meer. Serieus? Ja. Wow. En dan heb ik die film dus terug. Dus ze willen dan gewoon wel echt je lichaam zien tot in de Ja, puntjes. De titel van Faya, zeg maar, ja. Ja.